RTV Weeknieuws van 18 tot en met 23 juli. Met daarin onder andere: storm heeft ook flink huisgehouden in Katwijk. Zevende FIF Pro Tournament bij Rijnsburgse Boys. En Grasshoppers, hofleverancier voor Oranje en Olympische Spelen. De storm die afgelopen week over Nederland raasde, heeft ook flink huisgehouden in onze gemeente. De brandweer moest talloze keren uitrukken om bijstand te verlenen bij de stormschade. Aan de Beeldlaan zorgde een ontwortelde boom voor een flinke ravage aan de naastgelegen brug. Een andere omgewaaide boom vernielde een bushokje. Ondanks de zomerstop was er afgelopen zaterdag genoeg te beleven op het sportpark van Rijnsburgse Boys. We zijn hier voor het zevende FIF Pro Tournament. Het is een toernooi voor profvoetballers die op zoek zijn naar een nieuw contract. Dus die afgelopen jaar nog wel bij een profclub speelden. En nu zich weer in de kijker proberen te spelen voor het nieuwe seizoen. Het is nu alweer de vierde keer in Rijnsburg, omdat de omstandigheden zijn hier heel goed. Het team is erop ingespeeld en iedereen en de scouts weten het ook heel goed te vinden. Dus het bevalt ons hier prima in Rijnsburg. Er zou op het hoofdveld worden gespeeld, maar dat ging op het laatste moment niet door. Dat is natuurlijk overmacht. Ik heb gehoord dat er 430.000 liter water op dit veld is gevallen. En het is een nieuw veld. Dus het is overmacht. We kunnen er vandaag niet spelen. En dus werd er gespeeld op een bijveld. Ook Nederland was vertegenwoordigd. 'S morgens werd er met 3-2 gewonnen van Italië. En in de middag trad Oranje, dat speelde in blauw-wit, aan tegen Portugal. Onder de belangstellenden waren natuurlijk ook veel scouts en trainers. En niet alleen uit het betaald voetbal. In dit soort wedstrijden zie je vaak mensen uit de voetbalwereld die hier ook interesse voor hebben natuurlijk en ook nieuwsgierig zijn. Dus dat is mooi om te zien. En we gaan weer naar richting nieuw seizoen en dan zie je iedereen weer een beetje terugkomen. Arie Lagendijk zag ik. Wie is er nog meer? Nou, ik zag de trainer IJsselmeer wel, Jan Zoutman. Dus dat zijn bekende mensen uit de voetballerij die je vaak tegenkomt. Ja. Ja, zit er nou een speler bij waarvan je denkt, nou, die komt zeker volgend jaar wel weer aan de bak? Die aanvoerder vind ik goed en goede linksbuiten. Dus, ja. Maar in mijn opzicht zouden dat wel jongens die ergens zeker in de eerste divisie aan de bak moeten komen. Kijk, om een voetbalteam te runnen heb je altijd 11 man nodig op het veld. En daarnaast natuurlijk een aantal op de bank. Dus dat blijft. Maar goed, je ziet wel dat de selecties inkrimpen. Bij wijze van spreken hadden ze een aantal jaren geleden nog 30 man onder contract. Dan zijn het er nu misschien nog maar 20. Dus wat dat betreft zijn er wel meer spelers die hun baan verliezen, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft is de animo wel wat groter geworden. En zijn de clubs toch iets minder happig om grote sommen geld te betalen voor een speler. En dus is het belangrijk om als speler goed te presteren tijdens het toernooi. In eerdere edities heeft dat voor verschillende voetballers al geleid tot mooie resultaten. Wat wel een heel mooi succesverhaal is bijvoorbeeld 2 jaar geleden hadden we in het Portugese team Miguel Garcia. Die kreeg een contract bij Olhanense, een Portugese club. Half jaar later al naar Braga. En die speelde 2 jaar later speelde die in de finale van de Europa League. Dus afgelopen mei tegen Porto. 2 jaar nadat hij hier op het FIFPro toernooi heeft gespeeld. Dus dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het kan lopen.
Dus vanaf het bijveld bij Rijnsburgse Boys naar de Europa League finale is maar een kleine stap. Het is geen kleine stap, maar het is wel mogelijk. Ja. En zaterdag was er op sportief gebied ook al wat te juichen, want Nederland won van Portugal. En dan een greep uit het grote aanbod van activiteiten en evenementen in de gemeente Katwijk in de evenementenagenda. De toeristenmarkt van 19 juli staat in het teken van oldtimers. Een diversiteit aan modellen zijn te bewonderen en tegen een kleine vergoeding kan er een ritje gemaakt worden over de boulevard in een oldtimer en bij mooi weer misschien wel in een cabrio. De toeristenmarkt vindt plaats van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Vanaf 19 juli biedt het Katwijks Museum met de remake van de tentoonstelling Katwijk in de Schilderskunst een groots overzicht van Katwijk als kunstenaarsdorp. Op de tentoonstelling zijn zo'n 140 schilderijen en tekeningen te zien, waarvan een groot deel uit de eigen collectie. En vanaf 7:30 kunt u onder leiding van een IVN-gids uitwaaien langs de laagwaterlijn tijdens een excursie. De start van deze excursie is bij parkeerplaats Noordduinen in Katwijk en de deelname is gratis. Op woensdag kun je deelnemen aan Kids Aquarobics in het buitenbad. Onder leiding van een aquarobics instructrice zijn er diverse swingende aquarobics lessen. De activiteit vindt plaats van 2 tot en met 5 uur in zwembad Aquamar. Op woensdagavond kunt u onder leiding van een IVN-gids een zomeravondwandeling maken door de duinen van Berkheide. De start van de wandeling is om 7:30 nabij de Soefi-tempel in Katwijk en deelname aan de wandeling is gratis. Tijdens de zomeravondzang van 20 juli zal solist Henry Wisch enkele liederen tegen horen brengen. De zomeravondzang vindt plaats in de Oude Kerk en begint om 8 uur. Op donderdagmiddag kunnen kinderen bij de Strandbibliotheek bij Paal 8 om 2 uur weer luisteren naar het voorleesverhaal. Deze middag zal het verhaal gaan over de kist. En van 7 tot 9 uur vindt in de Oude Kerk aan de boulevard de eerste van een reeks zomercarillonconcerten plaats. De bijaardier tijdens dit eerste concert is Martien van der Knijf en de toegang tot het concert is gratis. Op vrijdag 22 juli kan van 2:30 tot 3:30 door kinderen vanaf 6 jaar geknutseld worden bij de Strandbibliotheek. Het thema is deze keer kikker en de mooiste vis van de zee. Op vrijdagavond geeft Andrie Knevel uit Ontario, Canada een orgelconcert in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat. Toegang voor het concert bedraagt €7,50. En in deze zomervakantie staan de deuren van het Stoomtreinmuseum in Valkenburg vaker open. Het museum is geopend op dinsdag en donderdag van 12:30 tot 4 uur. En in het weekend is het museum geopend van 10:30 tot 5 uur. De stoomtrein vertrekt dan om 11:30, 1 uur, 2:30 en 4 uur. Flora Holland Rijnsburg en de Oranje Vereniging Rijnsburg hebben samen een nieuwe sponsorovereenkomst getekend. De bloemenveiling is hiermee de komende 3 jaar ook sponsor van het Kindercorso Rijnsburg. Naast een financiële bijdrage stelt ze ook ruimte ter beschikking om de fietsen, kinderwagens en bolderkarren te versieren met bloemen. Dit jaar wordt het Kindercorso voor de 55ste keer georganiseerd. Zo'n 500 fietsen trekken op donderdag 11 augustus vanaf 9:30 vanaf het veilingterrein richting het centrum van Rijnsburg. Het Kindercorso is al jarenlang onderdeel van de feestweek in Rijnsburg, die dit jaar van 8 tot en met 13 augustus plaatsvindt. De dames van Grasshoppers doen het goed. Eline Kraaienoord en Sonja Kuit zijn definitief geselecteerd voor Oranje VU18. Afgelopen vrijdag zijn ze vertrokken naar Marseille voor een toernooi en volgende week volgt nog een stage in Istanbul voordat hun Europees kampioenschap losbarst in Roemenië begin augustus. En Fleur Kuit, Janine Guit en Kinau Kambier zijn geselecteerd voor Oranje onder 16 jaar, wat behalve voor het EK ook meedoet aan het prestigieuze IOF-toernooi in de Turkse plaats Trabzon. Ook dit jaar wordt de Rijnloop georganiseerd tijdens de najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn. Op maandag 22 augustus zal de 30ste editie van start gaan. Atletiekvereniging Rijnsoever en Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn zijn verantwoordelijk voor de Rijnloop. Het is een prestatieloop over verschillende afstanden en wordt gelopen in verschillende categorieën. Jeugd van 7 tot en met 12 jaar, 13 tot en met 16 jaar en de senioren en veteranen.
Inschrijven voor de Rijnloop kan op 22 augustus in de voormalige praktijkschool De Rijn aan de Commandeurslaan. Tot zover het weeknieuws van deze week. Meer nieuws vindt u op rtvkatwijk.nl. Een nieuw nieuws is er vanaf maandag 25 juli. Tips en reacties kunt u mailen naar redactie@rtvkatwijk.nl.